Dobra. Wel als die pistool uit. Ja, ja, kijk. Waar let je nou op? Ja, op alles. Drugs, wapens. Ja, dat is in principe waar wij het meest op letten. Dat alle spullen die verboden zijn, dat die niet mee naar binnen worden genomen. Maar ze mogen wel pillen mee naar binnen nemen, toch? Ja, maximaal 2. Is voor jou uit je dak gaan? Ja, gewoon de hele avond hakken en lekker dansen. Ja. We zijn in Amsterdam-Zuid. Er is een grote houseparty aan de gang. Hier, vlak om de hoek bij deze bus, protesteren christenen. Zij vinden een houseparty een duivels fenomeen. Want jongeren zouden kapot gemaakt worden. Als ik naar die jongeren kijk, dan zie ik gewoon ook in hun ogen de leegheid en de doelloosheid, snap je? En ze willen, ik kan het ook zo goed begrijpen gewoon, dat ze het hartstikke kicken vinden. En ik zou ze zo graag gewoon iets willen geven van wat ik zelf gewoon heb gevonden. En, want, hallo. Want het is gewoon niet zo dat wij, daar wordt ook heel vaak gedacht van je bent er tegen. Maar dat is helemaal niet zo, daar gaat het helemaal niet om. Kijk, wij geven gewoon om die jongeren. En we maken ons bezorgd over datgene wat House met die jongeren doet. Omdat we zien dat een hele grote groep, die gaat er gewoon kapot aan. Ze gaan gewoon naar de kloten gewoon. Ja, ik vind het geen onzin. Iedereen die kiest er zelf voor. Hè? En als het maar gezellig is, toch? Feestje, dak eraf, geen maar gas. Ze hebben vaak nog geen persoonlijkheid. Ze worden heel erg gevormd door de dingen die op hun afkomen. Nou, als daar een hele nacht gescandeerd wordt van motherfucker, fuck the children, I'm the beast. Ik ga jullie hartjes eruit rukken, je zult branden in de hel, I'm the god of hellfire. Nee, zeker niet. Kijk, je bent hier zelf, je weet zelf wat je doet. En het is hartstikke gezellig, je leert ontzettend veel mensen kennen. Ik heb het prima naar mijn zin, altijd. Ja, zeker. Ja. Voelen jullie ook veilig hier? Ja hoor. Ja. Ja. Ja, iedereen is onwijs aardig tegen elkaar. Ja. Je bent toch een beetje familie, lijkt. Ja. Ja. Waarom zijn al die vooroordelen er dan? Hoe komt dat nou, denken jullie? Ik denk door de drugs ook. Dat mensen zeggen van, kijk, tuurlijk, er gaat wel eens iemand dood aan de drugs. En kijk, je moet zelf weten of je dat gebruikt, maar daardoor moeten ze niet die feesten zo af gaan kraken. Want het is hartstikke gezellig. En mensen zonder drugs, zoals ik en iedereen, hebben het gewoon hartstikke gezellig. Jullie gebruiken niets? Nee, maar ik niet. Ik ook niet. Soms. Nee, ik ben heel eerlijk, toch? Soms? Ja. En wat is dan de reden? Waarom doe je het? Omdat ik anders niet volhoud, puur daarvoor. Omdat ik anders, ik wil echt dansen, weet je wel. En als ik gewoon niks gebruik, dan hou ik het niet vol. Dat vind ik gewoon fysiek niet, dat je... Ja, fysiek. Nou, dit duurt tot 8 uur 's ochtends en gaan jullie dan ook door? Nou nee, we gaan meestal naar huis en dan gaan we even zitten, kopje thee drinken, even napraten gezellig. Nou en dan klaar, lekker slapen. Ja, hartstikke leuk. Ik heb het echt altijd naar mijn zin hier. Ja, geweldig. Satan zal moeten wijken voor Jezus. Dus als wij krachtig zouden bidden, gaat Satan ook weg. Maar doet u dat dan niet? Ik ga niet naar binnen, maar wij willen alleen maar in die... Dan moet je moet dan binnen bidden, bedoelt u? Ja, het zou het beste zijn om binnen te bidden, maar ja, het is natuurlijk... Er zijn mensen die dat op hun hart hebben om naar binnen te gaan en daar te bidden. Ik heb het op mijn hart om buiten te staan. Maar als dat beter helpt, waarom gaan jullie dan niet binnen bidden? Nou, je moet het zo zien, er is een strijd gaande. Hè? Er is een strijd gaande tussen Satan en God. En wij staan in dienst van God. Die wordt nu binnengevoerd en jullie staan buiten. Nee, die wordt hier ook buiten gevoerd. Want het is ons niet te doen om te vechten met Satan. Het is ons te doen om de mensen die onder zijn invloed komen. Die hebben we lief. Je kent wel tegen die mensen in discussie gaan. Maar die mensen hebben God achter zich volgens hen. Dus alles wat hun vinden, dat verhalen ze op God. En hun eigen mening die horen ze niet. Als er een of andere bisschop naar hen toe komt en die zegt... Satan is op een klassiek feest. Nou, dan gaan ze Mozart... Mozart komt niet meer in de hemel en Beethoven komt niet meer in de hemel. En kijk, die mensen wat ze vinden is goed, maar...
Kijk, je mag je mening hebben, maar hun verschalen altijd God en Gods wegen zijn ondergrondelijk, weet je. Feest vieren. Ja. Het lijkt feest vieren, maar... Ja. De, uit je dak gaan. Uit je dak gaan, ja, maar sommigen komen onder de invloedssfeer van boze machten. En, boze machten? Wat zijn volgens die boze machten dan? Ja. Dat is een goede vraag, ja. Dat is de Satan die probeert jullie in zijn macht te krijgen. Maar hoe kom je erbij? Hoe kom je daarbij dan? Dat is gewoon bekend. Is dat bekend? Nou, dat vind ik niet. Nee, dat vind ik niet. Want kijk, de reden waarom... Dat is hetzelfde als je naar een discotheek gaat, of dat je gewoon uitgaat en dat iedere mensen gaan stappen. Dan is dat ook, dan moet dat ook zijn. Maar dat is onzin. Ja, maar kijk, ik vind het wel fout, weet je. Want de manier... De muziek die daar wordt gedraaid is gewoon hardcore. Daar kan je niet met zielige dingetjes komen, weet je. Koos Albert of zo. Muziek. Wat vindt u dan van die muziek? U zegt het heeft teksten die... Er zit ook tekst in. Nou, ik ken die muziek niet zo, maar ik kan me daar niet in verdiepen. Ik hou niet van dat soort muziek, maar daar gaat het niet om. Wat bedoelt u nou met Satan? Leg dat hun nou eens uit. Die songs, de Satan wordt gewoon aanbeden als heer en meester. Dat wordt ook geroepen tijdens houseparties, dat de Satan de baas is. Is die aanwezig? Ook geloof het best dat hij aanwezig is. Wat wordt er volgens u geroepen? Wacht even. Nou, dat ze Satan jullie heer en meester is en dat je in zijn macht bent. Nee, dat Satan alleen bij voodoo dingen zoals, weet je. Volgens mij ook. De Satan kan alles gebruiken. Als jij een religieus mens bent, dan kan hij de religie ook gebruiken. Hij leeft over ons, jullie zeggen. Jezus, weet je. Maar ik vind dit gewoon, is gewoon uit je dak gaan, even gewoon, weet je. Even plezier maken. En morgen ben je... Nee, wacht. En morgen ben je gewoon weer nuchter. Het is gewoon uit je dak gaan en morgen ben je weer nuchter, zegt hij. Dit is gewoon met vrienden. Nou, morgen weer nuchter. Meestal zijn jullie een paar dagen echt naar. Nee, dat is onzin. Ik vind het foute boel, want kijk, het zijn gewoon allemaal... Wie is jullie? Je praat nu in het algemeen, hè? Ja. Ik weet dat de inspanning die jullie deze nacht leveren, hè, want dat is het. Jullie zeggen ontspanning, maar het is ook een enorme inspanning. Die zorgt ervoor dat jij morgen zondag om 10:00 niet in de kerk gaat zitten. Wat is jouw kick van zo'n avond? Ja, de kick is gewoon iedere keer weer dat je een feest organiseert. Je probeert het iedere keer toch weer anders te doen. Een beetje heel creatief kan je ermee bezig zijn. Ja, en er komen duizenden en duizenden mensen op af die allemaal uit hun dak gaan. En dat is uiteindelijk de kick. De energie die daarop vrijkomt, dat is bijna niet te beschrijven. Dat kan je alleen maar voelen als je hier rondloopt. Het is schadelijk, zeggen mensen dan. Schadelijk voor de jongeren. Ze gaan uit hun dak, teksten over Satan. Het is schadelijk. Ja, het is schadelijk. Ik bedoel, dan is denk ik de hele maatschappij schadelijk. Ik bedoel, in een voetbalstadion hoor je ook van alles om je hoofd. In de discotheken wordt ook drugs gebruikt, in de horecagelegenheden. Alles is het dat betreft, als je het zo gaat benaderen, is alles schadelijk. Alleen het steekt ons wel dat ze altijd precies bij die houseparties voor de deur staan. En niet bijvoorbeeld bij een voetbalstadion of bij Pinkpop of bij, ik noem maar wat. Ik bedoel, er zijn veel meer evenementen waar ze eventueel voor de deur zouden kunnen staan. Maar ze hebben het puur op die houseparties gericht. Meneer, je bent van de EHBO. Hoe gaat het vanavond? Het is heel rustig. Ja? Het is qua publiek natuurlijk aardig druk. Ja. Maar je zou dan in vergelijking misschien verwachten dat wij het ook druk hebben. Maar dat is geenszins het geval. Ik moet zeggen dat het op deze post helemaal rustig is. Maar het is ook een rustige haal. De andere post is iets drukker. Maar niet verontrustend of niet dusdanig druk dat we echt onder de indruk zijn. Ik krijg het idee, houseparties, het worden hele rustige beschaafde feesten bijna, hè? Nou, eigenlijk weten we ook niet anders hoor. Wij draaien al een aantal jaren houseparties. We vinden het eigenlijk altijd wel beschaafde feesten. Het wordt vaak nogal opgeklopt als risicovolle evenementen. Maar ik heb liever een sporthal vol met housepartygangers dan met voetbalsupporters, om maar iets te noemen, qua letsels. Vermaak je hier? Ik vermaak me optimaal. Ja. Wat doe jij op zo'n feest nou de hele tijd? De hele avond loop ik rondjes. En ik loop rondjes. Ik loop alleen maar rondjes. Kom iedereen tegen. Ik blijf rondjes lopen, elk rondje is anders. Urenlang loop jij rondjes? Ik loop urenlang rondjes. Verbaas je dit? Uit je dak gaan, dat hoor ik hier steeds. Wat is dat nou uit je dak gaan? Leg dat eens uit aan een ouder iemand. Helemaal in de muziek opgaan. En helemaal alleen maar... Uit je dak gaan. Ja, hoe leg je dat uit? Ja, ik weet waar denk je dan aan? Nergens aan. Niet in school. Zeker niet. Gewoon de muziek. Dan gaat het vanzelf wel, toch? Als het goede muziek is, dan blijf je gewoon doordansen. Non-stop.
Tenminste, ja. Non-stop doordassen. En hoe lang hou je dat vol dan? Als ik wil, tot morgenochtend, als het afgelopen is. Ja. Nou, je moet wel af en toe even gaan zitten, want anders dan als je oververhit raakt of zo, dat is niet goed. Je moet wel... Ja, maar nu heb ik ook de foute schoenen, mijn verkeerde schoenen aan, ja, mijn bergschoenen. Dat moet je ook niet doen, daar kun je dus niet op dansen. Dat is weer fout. Daar ga ik niet zo lang mee. Ja, je schoenen worden gefilmd. Ja, mooi. Zijn er ook veel mensen, dat weten jullie, er staan ook voor de deur christenen die een beetje actie voeren, die zeggen dat is schadelijk voor jullie, dit soort feesten. Dat is helemaal niet zo. Dat kan ik niet. Als je wil dat het schadelijk... Nee, gewoon, ik bedoel... Ja, als je jezelf in de hand kan houden en dus niet te veel slechte dingen doet, dan hoeft het niet schadelijk te zijn. Maar ja, je kan zelf ook zalf opslikken en snuiven wat je wil, dan is het wel schadelijk. Ja, weet je wat ze zeggen? Ze zeggen dat het muziek van de duivel is, maar het is hier zo gezellig. En ik bedoel, ik heb hier nog nooit een duivel gezien. Er is, ze zeggen dat die muziek... Stil even. Ze zeggen dat die muziek, dat er allemaal Satan-woorden in gebruikt worden en dat iedereen hier op de grond gaat zitten en de Satan gaan aanbeden. Nou, ik zou maar eens naar binnen gaan. Ik heb dat nog nooit gezien. Het is gewoon, het is allemaal je vrienden. Ik bedoel, dit is voor ons gewoon de hemel. Ik bedoel, ja. Totdat de griet het gewoon zo erg wordt, dat de liefdeloosheid eigenlijk zo de overhand krijgt en het kwaad ook eigenlijk, dat, en dan komt Jezus terug. Als ik jou zo hoor, dan zal dat wel eigenlijk één deze dagen wel moeten gebeuren. Nou, één deze dagen, kijk, niemand kan zeggen wanneer, maar ik geloof absoluut dat dat heel snel zal zijn. Ja.